Leuk dat je er allemaal zijn, jongens. Zelf met een grote groep vandaag. En we hebben ook speciaal met de Pasen is een wat langere workout vandaag. We hebben 3 delen eigenlijk. 2 delen waarbij we echt hard moeten werken. En in deel 3 is een core finisher waarbij we de buikspieren nog even lekker extra aan gaan pakken. In deel 1 zometeen, pak hem er even bij, gaan we een M-rap doen van 12 minuten. En in die 12 minuten gaan we een ladder op en gaan we proberen om zo hoog mogelijk op die ladder te komen. Bestaat uit 2 oefeningen. Een hang squat clean, waarbij we dus een dumbbell, kettlebell of een rugzak gaan gebruiken. En een shoulder to overhead. Dus met hetzelfde gewicht, welke manier je ook wilt, mag je van de schouder naar boven het hoofd brengen. We beginnen met 2 herhalingen van alles. Volgens jullie 4, 6. Elke ronde komen er 2 herhalingen bij. Er zit een kleine maan aan deze workout. Elke minuut begint namelijk met 5 burpees. Dus de klok gaat straks aan. We doen allemaal 5 burpees. En vervolgens begint de ladder. Dus dan ga je 2 hang squat cleans doen. 2 shoulder to overhead. Je blijft net zo lang gaan tot een nieuwe minuut begint. Dan roep ik weer burpees. Moet je 5 burpees doen. Voordat je weer verder mag waar je bent gebleven. Ja? Dus elke minuut start met die 5 burpees. En dat maakt hem gelijk ook vrij vervelend, deze workout. Burpees is geen leuke oefening. Hartslag gaat heel erg omhoog, dus het wordt gewoon uitdagender. Zeker als de rondes groter beginnen te worden. En in die 12 minuten gaan we gewoon proberen zo ver mogelijk te komen als we kunnen. Hebben we die eerste deel gehad, krijgen jullie 5 minuten rust van mij. Voor we naar deel 2 gaan. En dan wordt het een imom van 12 minuten ook weer. In de eerste minuut gaan we forward to backward lunges doen. Dus een nieuwe beweging hebben we nog niet gedaan. Ik heb hem gisteren getest en hij is lekker pittig. Ik ga zo meteen de oefening laten zien. Wat je doet, we gaan achterhaling met het linkerbeen doen en achterhalingen met het rechterbeen. In die minuut. Hoe sneller jij klaar bent, hoe langer je rust hebt in die minuut. Op de volgende minuut gaan we 45 seconden plank hops doen. Maar nu gaan we de bunny variant gebruiken. Het is Paas, dus we moeten ook een beetje Paas thema erin brengen. Ga ik ook straks laten zien. Is ook een nieuwe oefening die we nog niet eerder gedaan hebben. En die doe je 45 seconden lang. Gewoon zoveel herhaling als je kan in die 45 seconden. Dan heb je 15 seconden rust. Beginnen we weer bovenaan bij die lunges. En dit doen we 12 minuten lang. Ook om en om. En hebben we dat gehad. Hebben we nog even een core finisher. Waarbij we een star side plank doen. Je komt in een ster positie. Op de zijplank. 30 seconden links. 30 seconden rechts. En we eindigen die ronde met 1 minuut een normale plank. Dat doen we 3 keer. En dan is het wel genoeg geweest voor vandaag. Goed, voor we eraan gaan beginnen jongens, gaan we even lekker opwarmen. Voor de warming-up gaan we zo meteen 5 minuutjes werken. In die 5 minuten ga je de volgende oefeningen doen. We beginnen zo meteen met de Samson stretch. Samson stretch is eigenlijk een lunge-positie. Waarbij de knie even naar de grond gaat. Ik maak mezelf mooi lang. Ik duw die heup een beetje naar voren toe. Wissel van kant. Dit ga ik 10 keer doen. 5 keer links, 5 keer rechts. En elke keer blijven we mooi omwisselen van positie. Vervolgens kom ik in de push-up. Ik ga als een mooie plank. En ik trek die knieën richting de borst. Oftewel de mountain climber. Hier doen we er ook 10 van. Maar nu 10 per been. Dus eigenlijk doe je 20 herhalingen. Vervolgens doen we de goblet squat. Pak het gewicht wat je hebt, die breng je naar de goblet-positie bij de borst. En vanuit hier gaan we 10 squats maken. Ja, dat is belangrijk. Blijf mooi rechtop in die squat. Voorkom dat dit gebeurt. Mooi rechtop zitten. Ook 10 herhalingen. We eindigen met een walk-out gevolgd door een push-up. Vanuit staande positie loop ik uit in de push-up-positie. Ik maak een push-up. En ik loop weer terug naar mijn handen. Vervolgens loop ik weer uit. Dat doe ik 5 keer. Yes? In die 5 minuutjes gewoon lekker op een relaxed tempo rondjes blijven maken. Goed, mogen jullie klaar gaan staan, jongens? Beginnen we met de Samson stretch. En dan gaan we in 3, 2, 1. En here we go. 5 minuutjes werken. Yes, goed.
eventjes jongens. 10 herhalingen, 5 per been. En vervolgens ga je naar de mountain climber. Belangrijk bij de mountain climber, hou die core goed de spanning. En die knieën gaan richting de borst. Heb je daar 10 van gedaan? Doen we de goblet squat met een beetje gewicht. Maak 10 mooie squats. Jongens, steady pace. Zit op 2 minuten. Yes, gaan we lekker steady door, jongens. Nog 2 minuten te gaan. Heel goed, maar die Samson stretch trek je mooi lekker uit. Zet die stretch in de heup even. Goed jongens. Klasse. Gewoon lekker door, we hebben nog een goede minuut te gaan. Als je wil kan je het laatste minuutje de tempo een klein beetje opvoeren. That's it, guys. Laatste 30 seconden, jongens. Houd het vast. Nog 10 seconden. 5, 3, 2, 1. En relax, jongens. Goed. Alright. Komen jullie lekker bij, guys? Drink even een slokje water. Dan ga ik de oefeningen laten zien die we doen voor de workout in deel 1. Zoals gezegd, we gaan dus een ladder op zometeen. Beginnen met 2 herhalingen. En iedere ronde, wanneer ik terugkom bij dezelfde oefening, gaat er 2 herhalingen bij. Dus we komen 2, 4, 6, 8, et cetera. Eerste oefening, de hang squat clean. Er zijn meerdere objecten die je kan gebruiken vandaag. Ik heb mezelf gedaan met een dumbbell gisteren.
wat je dan doet met de squat clean is dat we elke keer met één arm een squat clean maken. Kan je elke herhaling afwisselen of per ronde wissel je een beetje af. Mag je zelf bepalen. Maar die kan je gewoon single arm gaan doen. Hetzelfde geldt voor een kettlebell. Doe hem dan met één hand. Maak je een backpack. Kan je uiteraard gewoon met beide handen doen. Ik zal ze allebei even voordoen. Het is een hang squat clean, jongens. Dat betekent dat de eerste beweging moeten we een deadlift maken. Het gewicht start namelijk op de grond. Ik til eerst het gewicht op, moet mijn heupen strekken. En dan pas mag ik beginnen met mijn eerste herhaling. Dus voorkom dat je meteen vanuit hier in die squat clean wil. Eerst opstaan, heupen strekken. Gaan we naar de hangpositie, oftewel net boven de knieën. De heupen gaan liggen naar achter en vanuit hier explosieve beweging. Ik vang hem op in een squat en ik sta op. Laat hem weer zakken naar de hangpositie. Vang hem op en ik sta op. De beweging komt uit de heupen, jongens, dus zorg ervoor dat je die beweging wil maken. En niet alleen maar die beweging, komt uit de heupen, explosiviteit. Doe ik het met een backpack, kan ik gewoon hetzelfde doen. Ik begin op de grond, nu pak ik met beide handen het gewicht vast. Ik deadlift hem, heupen gaan naar achter. En ik sta op. Dus ook hier, vanaf de knieën, explosief. Duik eronder. En ik sta op. Ik begin met twee herhalingen. Heb ik na de tweede herhaling het gewicht aan de voorkant. Shoulder to overhead doen. Mag je zelf bepalen. Push press, push jerk. Wat jij fijn vindt. Gewicht is aan de voorkant. Vanuit hier, kleine dip. En ik duw hem omhoog. Heb ik er daar twee van gedaan, ga ik naar vier herhalingen. Voor 6, 8, etc. Het begint allemaal met burpees. Dus, eerste 5 herhalingen. Van elke minuut. Zijn burpees. Yes? En dat gaat hem extra pittig maken vandaag. Wat jullie mogen doen, jongens. Zorg dat je gewicht mooi klaar staat. En zorg ook een beetje voor een uitdagend gewicht. Dus heb je een backpack, doe er echt een beetje gewicht in. Dus dat boeken, flessen, dat het niet te makkelijk wordt voor jezelf. Ja? Heb je een mooi dumbbell of kettlebell, dan is het natuurlijk helemaal top. Goed. Wat we gaan doen, jongens. Moet je met een dumbbell alternating doen of gewoon... Nee, moet niet. Je mag zelf bepalen hoe je ze opbreekt. Oké. Dus je kan in de kleinere setjes, zou ik het gewoon met één arm doen. Kom in de grotere sets, maar ze lekker afwisselen hoe je dat wil. Ja? Goed. Oké, jongens. Mogen jullie mooi klaarstaan? Ik zal elke keer roepen wanneer er weer burpees moet. Dus je hoeft die klok niet per se in de gaten te houden. Ik roep elke keer burpees. Dan moet je 5 burpees. En ga je vervolgens verder waar je bent gebleven. Goed, guys. Get ready. We beginnen ook de eerste minuut met burpees uiteraard. Maak je klaar. Gaan we in 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Start met 5 burpees. En dan ga je vervolgens de hang squat cleans in. Goed. Netjes, jongens. Kom aan, lekker hoog tempo op die bewegingen. Netjes. Oké, okay, get ready guys. We gaan naar burpees in 3, 2, 1 en we gaan weer naar 5 burpees. Kom maar. Heel goed. En heb je die 5 burpees gedaan, pak je het gewicht weer op en ga je verder waar je bent gebleven, jongens.
Net zo goed. Klasse jongens, houd het vast. Okay, get ready guys. Burpees in 3, 2, 1, and here we go. Come on, we have 5 burpees. Klasse, guys. Come on. Hou de tempo lekker vast. Heel goed, jongens. Ziet er netjes uit. Maak mooi explosief in die squat clean. Vanuit je heupen werken. We gaan naar burpees in 3. 2, 1, and here we go. Kom maar, beginnen weer met 5 burpees. Yes, netjes guys, steady. Dit maakt hem pittig, al die burpees. Heel goed. Hoppa, heb je die 5 gedaan? Pak je weer op waar je bent gebleven. En ga je de rondes lekker afwerken. Netjes jongens. Kom aan, houd tempo er lekker in. Heel goed. Yes, hou vast, guys. Alright, get ready. Je burpees komen weer in 3, 2, 1. And here we go. Kom maar. 5 burpees te gaan, jongens. Netjes. That's it. Klasse. Gaat goed, jongens. Netjes. Gewoon lekker steady pace. Blijf bewegen. Alright, get ready, guys. In 3, 2, 1. En burpee tijd. Kom maar. Netjes, heel goed. Klasse jongens. En na die burpees, pak je het gewicht weer op en gaan we weer door. Kom maar. Ja, netjes aanraken, klasse. Ik ken het. Netjes jongen. Heel goed, ja. Met je Willem, klasse. Come on guys, hou vast. Alright, komt er weer guys. 3, 2, 1 en weer burpees. Come on jongens, de rondes worden zwaarder. We zijn steeds langere rondes. Probeer het tempo steady vast te houden.
Hey, yes. Klaps, jongen. Ziet er goed uit, hoor. Hou vast. Met Sharon. Klasse, Michel. Blijf krachtig uit je heupen. That's it. Probeer het verder te squatten, Mike. Alright, 3, 2, 1 en burpee tijd. Kom maar, jongens. Het gaat hartstikke goed, houd het vast. We zitten alweer in minuut 7. Kom maar, guys. En weet, na deze workout heb je 5 hele minuten rust. Dan kan je lekker gaan genieten, kom op. Houd het vast, het tempo. Die laatste minuten gaan pittig worden, maar gaan we vasthouden, jongens. Jullie kunnen dit. Kom aan. Netjes. Klasse, Annelies. Annelies, je doet eerst de squat cleans en daarna alleen maar push presses. Dus niet combineren met elkaar. In 3, 2, 1 en we gaan weer die burpees in. Kom maar, ze lijken steeds sneller te komen, jongens. Kom op, hou de tempo vast. 5 burpees. Netjes. Kom maar, heb je de 5 gehad? Pak het gewicht weer meteen op, jongens. En doe een klein setje, kom op. Klasse Jelle, that's it. Ja, net je zien, heel goed. Hou vast. Klasse Annemarijn, gebruik een beetje die benen. Alright, guys. Get ready. We gaan in 3, 2, 1 en burpee tijd. Kom maar, jongens. Het is minuut 9 alweer. Kom maar, jullie zijn lekker bezig. Houd het vast. Klasse, guys. Goed. Netje Willem, kom aan, hou vast, blijf exclusief. Klas Sharon, heel goed. Kom maar, Kenneth. Alright, guys, in 3, 2, 1. En burpee tijd. Kom maar, we hebben nog 2 minuten te werken. Lekker jongens, kom op, houd het vast. Heel goed. Lekker, guys. Kom op. Klasse Tom. Alright, guys. Get ready in 3, 2, 1. En de laatste keer burpees, jongens. Kom op. Nog maar 5 stuks en daarna gaan we naar die finish. Come on. That's it. Gewoon steady op die burpees. Daarna pak ik het gewicht direct erop. Kom op, jongens. Hoppa, nu gaan we naar die finishlijn, guys. Kom op, hou de tempo vast. We gaan nu niet meer rusten. Tot het einde gaan we door. Kom op.
Netjes. Classic guys, laatste, kom op. We hebben nog 15 seconden te gaan. Netjes, houd het vast. Nog 3, 2, 1 en dan. Lekker jongens. Zo, klasse. Dit was een pittige. We hebben lekker 5 minuten rust, dus kom lekker bij. Klinkt misschien heel lang, maar de benen hebben het ook best wel zwaar gehad. En als het goed is, dan stellen jullie dan wel vrijwel helemaal weer voor het tweede deel van de workout. Zodat we daar gewoon weer lekker hard kunnen gaan in de IMOM straks. Dus kom lekker bij jongens. En dan ga ik over een paar minuutjes de oefeningen laten zien. We hebben nu geen materialen meer nodig. Dus je kan je kettlebell, dumbbell of rugzak lekker aan de kant leggen. Wat wel fijn is voor deze IMOM straks is iets van een yogamatje. Dus heb je een harde vloer thuis. Kun je even ook een dikke handdoek pakken. In ieder geval iets om die knie met de lunge straks even een beetje te beschermen. Ja? En zorg dat je even een zacht object erbij pakt. Drink uiteraard lekker een slokje water, zodat je niet te veel water drinkt. Je krijgt zo'n klotsbuik, dat is ook niet lekker als je straks bezig bent. Zo. Goed. Ik ga vast de oefeningen laten zien aan jullie jongens. Dan hebben jullie een idee wat jullie gaan doen. Kun je ook vast een beetje mentaal voorbereiden op wat er gaat komen. De eerste die we zo gaan doen, ik pak hem er even bij. Zijn forward, backward lunges. Wat dat betekent is dat we eigenlijk 2 lunges doen, terwijl we dan maar 1 herhaling hebben gedaan. Dus het ziet er als volgt uit. Vanuit staande positie maak ik eerst een lunge voorwaarts. Zodat je mooi 90 graden hebt. Vanuit deze positie kom ik weer omhoog. En ik ga direct achterwaarts. Kom ik weer omhoog, heb ik 1 herhaling gehad. Dus met een beetje tempo. Moet ik 8 keer doen. Dus 8 keer voorwaarts, achterwaarts. Met 1 been. Vervolgens wissel ik van been. Dan ga ik hem 8 keer voorwaarts, achterwaarts met het andere been doen. Met allemaal in 1 minuut. En het wordt snel pittig, jongens. Omdat we veel belasting hebben steeds op hetzelfde been. Gaat die besturing optreden. Dus ik wil dat jij in die eerste minuut je tijd gaat gebruiken. Om maximaal 45 seconden te werken. Betekent dit dat ik misschien maar 10 herhalingen heb gedaan. Hou je gewoon lekker op 10 herhalingen in de gedurende workout, ja. Zorg ervoor dat je niet alleen maar aan het werk bent. Er wil een klein beetje rust inbouwen tussendoor steeds. Dus gebruik die eerste minuut om te kijken hoe ver kom ik. Yes? Heb ik dat gedaan in, zeg, 45 seconden, heb ik 15 seconden rust voor de nieuwe minuut begint. En dan gaan we naar bunny plank hops. Dan kan je even wel zonder je matje gebruiken. Wat je doet, je komt in de plankpositie. En vanuit hier gaan we nu met beide voeten zijwaarts springen. Terug. Op die manier. Yes. Dus we gaan veel meer die zijkant van de buikspier gebruiken. We springen steeds naast onze handen terug en weer de andere kant op. Ja. Dit ga je 45 seconden lang doen. Gewoon in een heel steady tempo. Hoeft niet super snel. Als je maar lekker blijft bewegen. Ja. We hebben weer 15 seconden rust. Dan beginnen we bij de lunges. En dit doen we 12 minuten lang. Yes. We hebben nog een goede minuut. Dus bereid je voor. Zorg dat je weer een flesje water klaar hebt staan. Dan gaan we zo lekker beginnen. Yes, kijk. Oké, jongens.
Nog een half minuutje. Goed jongens, en let er bij die lunches op dat je niet alleen maar laag blijft. We willen elke keer helemaal uitschrekken boven en weer naar de achterkant. Je gaat goed die benen gaan opblazen. Goed. Maak je klaar jongens. We gaan in 3, 2, 1 en here we go. Kom maar. Forward, backward lunges. Achter aan de linkerkant of rechterkant. En vervolgens wissel je van been. Yes, zo goed. Netjes. En ga direct door het andere been, jongens. Houd tempo lekker hoog. Dit is lekker doorwerken om het in die minuut te halen. Dus blijf lekker beuken. Heel goed. Gelijk een beetje balanstraining. Netjes jongens. We hebben nog 10 seconden. En de volgende gaan naar bunny plank hops. In 3, 2, 1. Dus kom mooi in de plank. En spring lekker op en neer. Goed jongens, dan doen we 45 seconden. Blijf lekker bewegen. Netjes. Dit hoeft niet super snel jongens, gewoon lekker steady pace. Nog 15 seconden. Laatste 5. 3, 2, 1 en relax. We hebben 15 seconden rust. Dan gaan we naar die lunges, jongens. Oké, komt er weer in 3, 2, 1 en go, guys. Kom maar. That's it. Heel goed. Met Jean-Alice, klasse. Hou tempo lekker erin. Met Michel. Yes, met deze ga je die benen lekker voelen, jongens. Kom aan, hou de tempo erin. En haal het aantal niet. Is het helemaal oké om iets naar beneden bij te schalen? Dan ga je bijvoorbeeld naar 7 per been of 6 per been. Dat is helemaal oké. Oké, 10 seconden jongens. En dan gaan we weer naar die bunny hops in 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. 45 seconden werken. Nogmaals, hoeft niet een super hoog tempo. Gewoon steady op en neer. Ja, heel goed je zien. Kom aan, houd het vast. Klasse Sarah, heel goed. 15 seconden nog, jongens. Kom op. Het wordt te pittig ook voor die schouders. Je hebt natuurlijk ook al gehad in het eerste deel. Probeer het vast te houden, jongens. Nog 3, 2, 1. En relax. Goed jongens. Oké, gaan we weer naar die lunges. Maak je klaar. In 3, 2, 1. En here we go. Kom maar guys. Lekker weer die been aanpakken. Als Tom. En Sjanne Marijn, kom aan Mike. Blijf bewegen.
Met share, mooi tempo, houd het vast. Kom maar jongens, die benen krijgen zwaar, ik weet het. Hou het vast, kom op. Heel goed, 10 seconden nog. Oké, in 3, 2, 1. En we gaan naar die hops. Kom mooi in de plank. Benen naar links, benen terug en benen naar rechts. Gewoon een heel steady pace. Hoe sneller je deze doet, hoe zwaarder het wordt. Dus neem gewoon een stapje terug, is helemaal oké. Je kan ook gewoon in die plank af en toe heel even op bijkomen. En ga je dan weer lekker door. Dus voorkom dat je helemaal die verzuring in gaat. Die schouders hebben het ook zwaar. Kom maar, guys, 15 seconden nog. Kom op, houd het vast. Nog goed. Nog 3, 2, 1. En rust. Oké, we hebben de helft gehad, jongens. Lekker bezig. Goed, gaan we die lunges weer in, jongens. Maak je zo klaar. Komt hij weer in. 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Heel goed, jongens. Probeer hetzelfde tempo te vinden als in de eerdere rondes. Je weet niet hoe het voelt. Kom op, probeer het vast te houden. Netjes, kom aan, hou vast. Goed, Cassielle. Netjes willen, mooi tempo, hou vast. Ik ken het, klasse. Heel goed jongens, 10 seconden nog. Oké, get ready, komt u weer in 3, 2, 1. En naar die hops jongens, kom maar. Hou ik weer terug in die plank, pak de heel even je rust en dan ga je weer naar beide kanten toe. Kom maar jongens, hou de tempo lekker vast. Heel steady. Klasse guys, kom op. Houd het vast. Laatste 5 seconden. Nog 3, 2, 1. En rust lekker. 15 seconden rust. We hebben nog 2 rondes te gaan, jongens. Het gaat hartstikke goed. Houd het lekker vast. Alright, komen je lunches weer in 3, 2, 1. En here we go, guys. Kom maar. Voorwaarts en weer terug. That's it. Netjes. Gewoon een steady pace. Lekker jongens, klasse. Probeer de bovenlichaam mooi rechtop te houden in die lunges. That's it guys. Netjes, zie je nog goed. Nog 10 seconden jongens, dan gaan we naar die plank hops. Oké, get ready in 3, 2, 1 en here we go. Kom maar jongens. We zijn er bijna, kom op, houd het vast. Heel goed, kom op jongens, blijven beuken. That's it, come on guys.
Hou vast, laatste 10 seconden zitten jullie, kom op. Nog een paar herhalingen, nog 5, 3, 2, 1 en relax, heel goed. Oké jongens, laatste ronde gaat in. 2 minuutjes nog. Get ready. Laatste keer lunges in, 3, 2, 1 en here we go, kom maar jongens. De laatste keer voor de benen, hou dit vast. Lekker bezig. Come on, guys. Heel goed, houd het vast. Netjes jongens. Oké, 10 seconden nog. We gaan de laatste keer die hops in, guys. Allerlaatste beetje werken. Nog 3, 2, 1 en here we go. Kom maar, laatste keer die plank hops. 45 seconden en dan kunnen we lekker bijkomen. That's it, kom op. Weet je, spring nog even alles te geven wat erin zit, guys. Laatste 15 seconden, kom op. Nog 2. 1 en rust. Lekker jongens. Hartstikke goed. Zo. Kom lekker bij jongens. Die rust hebben jullie meer dan verdiend. Zo. Je zult de benen wel lekker voelen, jongens. Lekker gewerkt. We hebben en squats gedaan en een hoop lunges. Kom lekker rustig bij. Drink een slokje water. Bloedheet. Ja, dat zal wel. Goed zo. Goed, jongens. Wat we gaan doen? We hebben nog een stukje koord gaan. Wat we gaan doen, 3 setjes voor kwaliteit van beweging. We besteden een tijdframe waar we in gaan werken. In dit geval 2 keer 30 seconden en 1 minuutje. En we gaan een star side plank doen. Wat dat is, je komt op je hand en de voeten gaan mooi boven op elkaar. Vanuit hier kom ik eerst in een zijplank. En vanuit hier ga ik nu mijn benen omhoog doen, zodat ik een sterpositie heb. Dan doe ik 30 seconden aan één kant, vervolgens wissel ik naar de andere kant, doen we 30 seconden aan de andere kant. En we eindigen met een reguliere plank. Kan je ervoor kiezen om op de ellebogen, maar je mag ook voor mij boven op de handen, mits je hier maar goed die core aan gaat spannen. Ja? Dus je kiest hier of de handen of de ellebogen. Dan doen we 1 minuut aan op de plank, vervolgens pakken we 30 seconden rust. En gaan we gelijk door in de volgende ronde. Ja? Dus nog even hard werken met de core. En dan kun je allemaal aan de paasbrunch. Kunnen we allemaal weer eitjes gaan eten. Heb genoeg calorieën verbrand. Ik zal even de duimpje stellen. Wie is er allemaal klaar voor de core finisher? Ja, kijk, allemaal duimpjes. Behalve Kenneth. Goed. Oké, jongens. Dan mogen jullie in eerste instantie lekker op de zij gaan liggen. Dan gaan we nog even die core aanpakken. Goed, get ready guys. Komt die aan in 3, 2, 1 en here we go. Kom maar, 30 seconden. In een zijplank.
Dus ook goed je balans vinden. Dus je moet hard werken met die core. Om überhaupt in deze positie te blijven. Hou vast. Nog 5. 3. 2. 1. En wissel naar de andere kant. Probeer lekker snel te wisselen, jongens. Goed, hou vast. 10 seconden. Nog 5. 3, 2, 1. En gaan we direct door in gewone planken, jongens. Kom maar. 1 minuut. Nog een halve minuut te gaan. Yes, laatste 10. 3, 2, 1. En ontspan. Krijg je een halve minuut rust. We beginnen weer vooraan. 1 gat, dan moeten we weten gaan, jongens. Lekker bezig. Oké, okay, komt hier in 15 seconden, jongens. Oké, okay, get ready. Komt ie aan in 3, 2, 1. En gaan we die zijplank weer in. Kom maar. Probeer die voet omhoog te brengen, jongens. Dus in een star positie. Yes. Dat maakt hem extra lastig. Kom maar, nou vast. 10 seconden. Drie, twee, één. En wissel direct naar de andere kant. Yes, netjes. Goed jongens, het is een lastige beweging. Die balans zoeken is ook gewoon vervelend in deze positie. Je moet extra hard werken. Kom aan. Nog 3, 2, 1. En gaan we naar een gewone plank. Maak ze naar de ellebogen of de handen. Maak voor jezelf een keuze. Yes, netjes jongens. Nog een halve minuut. Heel goed. Nou, steady vast. Netjes, guys. Mooie posities allemaal. Kom op, hou vast. Laatste 10 seconden. Nog 5. 3, 2, 1. En... 30 seconden rust. Lekker jongens. Nog maar eentje te gaan. Dan beloof ik het, zijn we echt klaar. Behalve wat mobiliteit. We komen gewoon even lekker tot ontspanning. We hoeven niet meer te werken hierna. 15 seconden gaan we de laatste ronde in. Oké jongens, komt ie. In 5. En 3, 2, 1. En kom weer in die zijplank. Mooi in die sterpositie, dus je voeten liggen van elkaar af. En hoe hoger je voeten brengt, hoe meer balans je moet zoeken, hoe pittiger het wordt.
Probeer jezelf lekker uit te dagen. Het is de laatste keer, jongens. Kom op. Heel goed. 3, 2, 1. En wissel naar de andere kant. Het jongens. Klasse, mooi die balans houden. Weet je, ken het klasse heel goed. Qua Mike vasthouden, laatste paar seconden. Nog 3, 2, 1. En mag je direct door die planken, jongens. De allerlaatste minuut, kom op. Goed die spanning zoeken in die core. Span ook die bilspieren en die beenspieren aan. We willen als een volledige plank willen die spanning hebben. Heel goed. Kom maar jongens, jullie kunnen dit. Houd het vast. We zijn er bijna. Laatste 20 seconden. Hou vast jongens, nog 10. Drie, twee, één. En ontspan, lekker guys. Hard gewerkt vandaag. Zo, we hebben allemaal die paaseitjes al verdiend volgens mij. Wat we nog gaan doen jongens, we hebben zo nog even kleine 5 minuutjes mobiliteit. We gaan hem ietsje korter doen vandaag. Het is ook al bijna 11 uur, dan kun je gewoon lekker gaan genieten van de dag. Ik zal even die uitzetten. Goed. Wat we zo gaan doen, jongens. We gaan beginnen met een lunchpositie. We komen eerst in de pushpositie. 1 voet gaat even naast mijn hand. Ik ga even lekker in die heup hangen. Elleboog gaat naar de grond. En ik draai naar het plafond. Gaat de elleboog richting de grond. Ik draai weer naar het plafond. Het hoeft niet snel. Neem gewoon lekker de tijd in die posities. Rustig terug. Even een paar seconden vasthouden. Voor je weer open draait. Ja? Dus de hand die naast mijn voet staat, die draait steeds naar het plafond. En dus niet de andere kant. Ja? Na een minuut wisselen we van kant. Dan doen we dus even 1 minuut aan beide kanten. Goed jongens. Mogen jullie in die push-up positie komen? En dan gaan we in 3, 2, 1. En kom maar. Je achterste knie mag gewoon op de grond leunen. Probeer het been mooi lang te maken. En hoe verder je met je elleboog richting de grond gaat, hoe meer spanning je voelt in je heup. Twintig seconden nog. Dat is de 5, 3, 2, 1. En dan mag je nu wisselen van kant. Je moet ook 1 minuut aan de andere kant. Een half minuutje.
3, 2, 1. Dan mag je uit deze positie komen. Wat we nu gaan doen is de pigeon pose. We hebben een hoop lunges gedaan, dus die bilspieren kunnen wel even een stretch gebruiken. Je komt er in een push-up positie. Vanuit hier gaat de één been onderlangs. Voel je een stretch ook in de bilspier. Kan je eventueel richting de grond. Gaan we 1 minuut aan één kant, 1 minuut aan de andere kant. Krijg je nou heel veel last van je knie van, kan je je voet iets meer naar beneden brengen, dus richting je bovenlichaam of onderlichaam. Voel je vaak iets minder belasting op die knie. Ja, goed, gewoon lekker relaxed. Probeer op je ademhaling te letten. Alright, kom rustig uit deze positie. Gaan we naar de andere kant. Je zult bij deze misschien merken dat de ene kant ietsje soepeler gaat dan de andere kant. Zorg dat je voornamelijk in die bilspier de spanning gaat voelen. Ga jezelf niet forceren. Kijk hoe je lichaam jou kan duwen. Nog eens het laatste beetje. 15 seconden. Drie, twee, één. En ik kom ook weer rustig uit deze positie. Gaan we naar de laatste voor vandaag, jongens. Dan zijn jullie echt lekker klaar. Wat je doet, gaat op de billen zitten. Benen mooi gestrekt voor je. Vanuit hier kan je die tenen licht richting je bovenlichaam trekken. Creëren wat meer spanning. Belangrijk is dat die benen mooi gestrekt blijven. En vanuit hier ga ik nu met gebogen rug zo ver als ik kan richting de voeten. Voorkom dat die knieën omhoog gaan. Hou ze mooi in de grond geduwd. Kijk gewoon hoe ver je kan komen. Dat doen we 1 minuut en dan zijn we lekker klaar. Jongens, laatste 15 seconden. Al 3, 2, 1. En kom lekker uit deze positie, jongens. En hebben we weer lekker gehad voor vandaag. Goed, lekker gewerkt, jongens. Was wat langer vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik wens jullie nog een fijn Pasen en zie jullie hopelijk snel allemaal weer.